Wat leuk dat je weer komt kijken bij een nieuw filmpje van Renske Creatief. Nou, dit is weer een filmpje in de Vlogmasreeks. In de Vlogmasreeks ga ik jullie meenemen in de adventkalender die ik van de Draadzaak heb. Die heb ik in voororder al besteld. Allemaal mooie rode zakjes en elke dag ga ik er eentje openmaken. Ik ga ook proberen elke dag te filmen wat ik met het bolletje gedaan heb. En dat filmpje te uploaden, lukt het een dag niet, dan heb je kans dat ik 2 dagen in 1 plak. Maar ik wens jullie veel plezier met het kijken. Het is alweer dag 8, 8 december. Dus zakje nummer 8 mag opengemaakt worden. Nou, daar gaan we weer mee beginnen. Als die wil. Ja. En daar komt alweer een paars bolletje. Maar nu met, als je heel goed kijkt, allemaal mooie spikkeltjes erop. Of spekkels. Superleuk. Nou, gaan we even de andere erbij pakken. Nummer 7. Kijk. En dat is de effe variant. Of tenminste effe. Helemaal effe is het natuurlijk nooit. Maar dit is de variant met zonder spikkels. En deze is met spikkels. Super mooie combinatie weer. En wat ik heel leuk vind is dat het eigenlijk iedere keer. En dat wist ik niet van tevoren, dus dat vind ik wel extra leuk. Een gespekkelde variant met een effe variant is. Dus mijn patroon komt perfect uit. Ik was al vanaf het begin af aan van plan om met 2 kleurtjes door elkaar te gaan werken. En dat komt dus fantastisch uit, omdat Wendy op deze manier geverfd heeft. Nou, ik ben gisteren nog weer een stukje verder gekomen. En heb nu 1, 2, 3, 4, 5 hele groene en een halfje af. En het eerste patroon was 10,5 geloof ik. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,5. Dus er zal op de bolletjes nog 3 of 4 donkergroene zigzagjes zitten. En dan mag ik weer over naar de volgende kleur. Dus hij gaat lekker. Nou, ik word nog steeds helemaal blij van alle steekmarkeerders die eraan hangen. In allerlei soorten. Deze zijn allemaal van Knitpro. En deze heb ik gehad eerder al een keertje. En dan heb ik van deze serie ook nog een aantal die ik in deze adventkalender heb gehad. Nou, vandaag wil ik er verder borduren. Maar eerst ga ik lekker aan het werk. Het is begin van de avond. En ik heb net alweer lekker zitten breien. Ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 strepen helemaal af. Ik heb alweer 2 toeren gebreid aan de lichtgroene. Oh ja, en een halve streep natuurlijk. Dus hij gaat lekker. Mijn bolletjes worden steeds kleiner. Dus dat is ook wel leuk. De andere is naar beneden gevallen. Die is hier. En Casper die vindt het heerlijk om, om op schoot te liggen. Hij ligt heel hard te knorren. Ik weet niet of jullie dat op de film kunnen horen. Maar hij is helemaal tevreden lekker op schoot. En ja, ik ben helemaal tevreden, want ik lig heerlijk te breien aan een werkje wat ik echt fantastisch aan het worden vind. Thank you.